Goedemiddag, welkom vanaf het jacht van rasondernemer Hemmy Kerkeling, waarmee we varen op het Markermeer op weg naar onze talkshowlocatie in Uitdam. Mijn naam is Maurice Vollebrecht en u kijkt alweer naar de 5e aflevering van het 7e seizoen van Ondernemers Lounge. Op zondag op RTL 7 en door de week meerdere keren op RTL Z. We zijn er deze zomer nog 4 keer met alles wat u maar wenst op het gebied van ondernemerschap, investeren en genieten van het leven. Natuurlijk ziet u straks ook mijn collega Laurien Verstraten. De afgelopen 4 afleveringen brachten wij u vanuit de achtertuin van Kasteel de Wittenburg te Wassenaar. En nu varen we naar Europarks Poort van Amsterdam in Uitdam, waar Jan Fransen voor ons prachtig meubilair heeft neergezet. Het bijzondere van dit vakantiepark aan het water is overigens dat de vakantiehuizen stuk voor stuk in de oud-Amsterdamse stijl gebouwd zijn en dat er een jachthaven is, waar wij weldra natuurlijk aan zullen leggen. Naast Hemmy Kerkeling en mijzelf is aan boord beleggingsgoeroe Geert Schaai, onder meer bekend van Beursgenoten. Met hem spreek ik straks over succesvol beleggen. Maar dan zijn we er nog niet, want wat zou nou een aflevering van Ondernemers Lounge zijn zonder Rob Berkers van wijnkoperij Vigno. Hij verzorgt vandaag uiteraard net als altijd de wijn. Natuurlijk spreek ik voornoemde heren in de loop van deze aflevering, maar er komt nog veel meer. Zo zien we bijvoorbeeld Laurien Verstraten langsgaan bij Jan Fransen Meubilair in Zevenhuizen om te praten over stijlvolle tafels. En later ziet u ook dat Hemmy en ik naar een museum in Delft gingen om de relatie tussen kunst en NFT's te onderzoeken. En er komt uiteindelijk ook nog een mooi nautisch item in het programma langs. Kortom, genoeg te ondernemen. Ik kijk nu naar Hemmy. Hemmy, volle kracht vooruit! U kijkt naar Ondernemers Lounge to go op RTL 7.